ex-governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt, en gewezen directeur van de Surinaamse Postsparbank, Kinmado Kromosuto, zijn voorlopig in vrijheid gesteld. De rechters Anand Charan, Duncan Nanhu en Subhas Poonawasi hebben het verzoek van de verdediging tijdens de behandeling van het hoger beroep vandaag om het tweetal onder voorwaarden op vrije voeten te stellen, gehonoreerd. Van Trikt is vrijgelaten op basis van humanitaire gronden in verband met zijn medische situatie. Bij Kromosuto is het verzoek gehonoreerd omdat hij als enige first offender geen strafvermindering heeft gekregen. Zakenpartner van Trikt, Ashwin Agnew, zei aan journalisten dat er nog een lange weg te gaan is in het proces. Het was een emotioneel moment. We zijn nu bijna twee jaar, negen maanden zijn we aan het anticiperen op dit moment. Want we vonden natuurlijk vanaf het begin dat dit allemaal onterecht was en dat eigenlijk deze zaak meer speculatie is dan feitelijkheden. En zo hebben we het ook benaderd. Het gaat allemaal voorlopig in vrijstelling, heb ik begrepen. Dus het is nog niet het einde. Nee, dat is het sowieso niet. Ik denk dat er dat vandaag een hele goede zitting was om bepaalde feiten, bepaalde omstandigheden goed uit te leggen aan het Hof. En we weten dat we nog een lange weg te gaan hebben. Maar waarom vandaag zo belangrijk is, is. Het is moeilijk als individu, als mens, om te zitten in de gevangenis. Tijdens de behandeling van de rechtszaak heeft de verdediging aangevoerd dat waarnemend procureur-generaal Shanta Mahadeo vandaag niet heeft aangegeven waarom zij van mening is dat Van Trikt en Kromosuto nog achter de tralies moeten blijven. De moeder van Van Trikt, Lignan Ferrier, zegt dat de voorlopige in vrijheidstelling bewijs is dat de rechtsstaat nog overeind staat. En ja, ik ben verschrikkelijk blij. 2 jaar en 10 maanden. En weet je wat dat betekent voor 2 kleine kinderen thuis? Die van de ene dag op de andere dag hun vader gewoon moeten missen. En niet meer mogen zien. Vergeet niet die hele COVID-periode. Ik ben blij. Dat zowel de verdediging, de raadslieden, als ook nogmaals het Hof, de president van het Hof, die daar zit en de twee andere rechters, dat ze hebben durven afwegen van waar gaat het hier om, wat is hier in het spel en hoe gaan we recht spreken. En dat geeft hoop. Niet alleen voor mij persoonlijk, maar voor Suriname. En daar ben ik heel erg blij om. Van Trikt en Kromosuto waren verrast met de uitspraak van het Hof van Justitie. Het tweetal is voorlopig vrij onder de voorwaarden dat zij niet mogen vluchten. Ook moeten hun paspoorten worden ingediend en daarnaast moeten zij op alle